We hebben ze eens geteld. Het zijn er 900 op een dag. En die wurmen, die bussen, die enorme bussen, die wurmen zich allemaal via de baan, het Houtplein, de Tempelierstraat en dan verder het centrum in, meestal naar het station toe. Het is nu heel druk op het Houtplein. Fietsers, voetgangers, auto's en heel veel bussen rijden kriskras door elkaar. Al die verkeersstromen door elkaar, dat is eigenlijk geen doen. Af en toe gaat het helemaal niet goed. Zoals onlangs, dat er een fietser wordt aangereden door een bus. Nu de gemeente het plein wil herinrichten, hoopten de omwonenden op een fijne plek met minder bussen. Maar het plein blijft een knooppunt voor het openbaar vervoer. Het ergste is dat de rijbanen dat die verbreed moeten worden voor de bussen om er lekker hard doorheen te kunnen rijden, wat de bedoeling is. En dat betekent dat er niet zoveel overblijft. En bovendien, ja, ze rijden, bijna allemaal rijden ze op diesel. En dat is nou niet de meest prettige manier om dan hier te verblijven. Gemeente Amsterdam, die wil die grote bussen ook niet in haar centrum hebben. En Haarlem heeft zoiets van, ja, ach, als de verkeersregio Amsterdam dat zegt, dan, nou ja, wie zijn wij om daar iets tegenheen te brengen? Nou, vind ik van weinig bestuursinzicht getuigen. De wijkraad wil graag een groot busknooppunt buiten het centrum, waar passagiers overstappen op kleine en schonere bussen. De gemeente presenteert vanavond haar voorlopig ontwerp, waarin ze willen laten zien dat het Houtplein wel gastvrij kan zijn met de 900 bussen per dag.